Deze highlights worden u aangeboden door Heineken en PlayStation. Officiële sponsors van de UEFA Champions League. Even wachten, dan met buitenkant rechts. Perisic. En dan de goal. Nee, Barella krijgt de bal niet binnen het kader. Solomon. Hij was de gevaarlijkste man in de heenwedstrijd. En een eerste schot. Waar Handanovic. Manor Solomon, de Israëliër. Met de eerste corner voor de bezoekers. De vuisten van Handanovic. Barella. Even wachten, kijken. En dan gaat het naar Lautaro. In twee tijden. Nee, twee keer afgeblokt. In swinger de kopbal. Gaat maar net naast. Perisic dropt hem in de box. De kopbal van Dzeko. Hele goede reflex van Trubin. Goed van Barella. En is dit dan de openingsgoal? Nee, Trubin pakt alweer. Lautaro Martinez. Om op het WK te raken. Kijk eens. Mooi vluchtschot van Dzeko. Eerste helft zonder goals. Inter Shakhtar 0-0. Ja. Dat is goed van Perisic. Martinez. Opnieuw gaat hij neer. Opnieuw een duik. Snel weer recht. En dan tegen Vitão aan. Bastoni. Een 2 met Perisic. Goeie bal. Maar Marlon er tussen deze keer. Darmian afgeblokt. En nu is hem wel raak. Dzeko met 1-0. Jawel. Daar is niks tegen in te brengen. Dat weet ook Inzaghi. Perisic. En dit is de tweede. De 50ste goal in Europa voor Edin Dzeko. Bondarenko is de nieuwe man. Aanvallende middenvelder Pedrinho. Tete. Perisic. Opnieuw sterk achterin. De man van de assist, Çalhanoğlu. Knijpt naar binnen. En dan het schot, Bondarenko. Ja, niet onaardig. Solomon. En dan Marlos met de kans. Laat het over aan Dodo. En dan is Mudryk net te laat. Bastoni gaat erover. Kijk eens wat een ruimte.
En nog een trapschot. Inswinger. Het zit erop. Hatekan maakt een einde aan deze wedstrijd. Inter pakt de leiding in de groep en is zo goed als zeker van kwalificatie. Deze highlights werden nu aangeboden door Heineken en PlayStation. Officiële sponsors van de UEFA Champions League.